Goedemiddag allemaal. Dames en heren, goedemiddag. Goedemiddag. Mensen die meekijken via de beelden, zien Gijs Staverman hier nog staan, die nieuwsgierig bij de keurbaas een beetje meekijkt in de hoop er iets van op te steken. Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Zin in. Ja. Hallo allemaal. De wild in de middag. Nou, je zijn er weer, hoor. NCRV. Er is maar één. Start de show. Start de show. Dit zal de wild in de middag. Ik wilde eventjes Gijs Staverman bedanken, mens. En wij waren natuurlijk met Gijs ook in Echten. Op de hartstikke camping. Op de camping. Ja. Daar leer je iemand van de andere kant kennen, hè? Ik heb maandagavond met Gijs Staverman in de kroeg gezeten. Oh, serieus? Ja. Was dat gratis bier? Ja, jij zag het al een beetje toen ik binnenkwam. Jij zei, Ed, er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd, ja. Ja, mensen, er is iets gebeurd. Het is toch een overlijden. Oh. Ja, mensen. Ja, een Chinese vriend van mij. Ja, het is, we moeten er geen grapjes over maken. Ik ben naar het ziekenhuis toegegaan van het weekend. En ik ben, nou, dan lag je daar in bed allemaal van die buisjes en toestanden. Oh, helemaal. Hij was zo en zo goed. Nee, ik verstond het gesprek, geen Chinees natuurlijk. Dat zorg je dus, dan een ik ga even aan de andere kant van het bed staan. En hij zegt, oh ja, mensen, kan je haaien, Eddie. Asama, kan je haaien, Eddie. Ik denk, wat is er aan de hand? Asama, kan je haaien, Eddie. Ik zeg, nou, ik vind jou ook heel leuk. Ik denk, misschien betekent dat het. Geen idee. Op dat moment dat ik dat zeg, overlijdt hij. Nee. Hij werd helemaal blauw zelfs. Nou, dat is toch... Dus ik heb in de wachtkamer van het ziekenhuis even opgezocht wat Asama Kaya Eddie betekent. En dat betekent, Eddie, je staat op een zuurstofzangetje. Dat is maar niet zo leuk natuurlijk. Dat kan toch niet, mensen? Dat kan toch niet, mensen? 4, 6, 3...